zonder een kroongetuige niet in de bak beland? Dat weet ik niet, maar ik denk dat het wel een heel belangrijk element is wat erbij hoort. Maar dat kroongetuigen, althans hun verklaringen, want daar gaat het om, als betrouwbaar worden aangemerkt. Terwijl ook vaak wordt gezegd, nou, de figuur als zodanig is toch redelijk ongeloofwaardig. Maar dat neemt niet weg dat zijn verklaring betrouwbaar kan worden, als zodanig kan worden aangemerkt. Komt natuurlijk ook omdat wij hebben geaccepteerd in onze rechtspraak dat het totaal niet transparant kan worden gewerkt met de kroongetuigen. De kroongetuige wil maar één ding en dat is poen. En die interesseert het helemaal niks welk label daarop wordt geplakt. Kijk, de kroongetuige is ooit bedacht als een spijtoptand. Iemand die uit het milieu wil stappen en dan te biecht wil gaan. Ja. En dat moest dan een kleine vis zijn waarmee de grote vis gevangen kon worden. Nou, er zijn nu kroongetuigen waar levenslang tegen is geëist. Dus dat zijn geen kleine vissen meer. Maar die zijn op zoek naar nog grotere vissen. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Ja. Maar het zijn dus niet kleine vissen waar een grote vis mee gevangen wordt. En zo is de kroongetuige wel geïntroduceerd destijds. Maar het grootste probleem is dat de kroongetuige, kijk naar Nabil B., is een geraffineerde crimineel die zaken aan het doen is met de overheid. Die